Het Van der Valk Hotel Tiel is al jarenlang een bekend stukje Tiel en een begrip in de regio. Sinds kort vinden er ingrijpende verbouwingen plaats en wordt er ook een hoteltoren langs de A15 gebouwd. Tiel krijgt een nieuwe horizon. Maar wat gebeurt er allemaal tijdens de bouw en wat gaat er veranderen? In Op de Hoogte geven we je een uniek kijkje in de keuken bij Nederlands leukste en meest gastvrije horecafamilie. Langs de A15, ter hoogte van Tiel, staan de geluidsschermen of geluidswallen, zo net als je wil. Zo ook voor het nieuwe hotel. Bij de wegen, de stad in, zijn ze begroeid, maar langs de afritten en de snelweg zijn ze kaal, lelijk en beklad. Dat het ook anders kan, zien we op tal van plaatsen elders in de regio. Of zoals in de Randstad met zonnecollectoren, die men ook in Tiel wil gaan plaatsen op de schermen. Maar een doorn in het oog blijven de bekladde betonnen platen. En omdat de geluidswallen een visitekaartje van Tiel zijn, overleggen Gert-Jan van der Valk en zijn team om te kijken of ze een plan kunnen maken om het aangezicht van de stad te verfraaien. De geluidswallen van Tiel, dat is al jaren een doorn in het oog, ook van ons. Wij proberen nu iets op te tuigen, waarbij wij samen met de overheid proberen om de geluidswallen schoon te krijgen. We hebben het idee opgepakt om als Van der Valk te faciliteren in het mogelijk schoonmaken van de geluidswal. En we zoeken natuurlijk wel mensen die ons daarbij kunnen helpen. We denken aan mensen en bedrijven uit Tiel die hetzelfde probleem hebben als wij. We hebben gewoon een verschrikkelijke lelijke wal voor ons Tiel staan. De Tielenaren steunen het initiatief van Gert-Jan van der Valk en hebben dezelfde mening en wensen. Ik zou wensen dat die geluidswallen werden voorzien van de nodige groenvoorzieningen, zodat het aanzicht wat beter werd. Ze zijn lelijk. Ja, en je kan niet kijken, het is heel erg beperkt natuurlijk. Ze zijn inderdaad niet fraai om aan te zien, maar ze zijn wel nuttig. Ik woon langs de snelweg, ik heb van het geluid, het overlast heb ik dus niet. Maar het is niet afgewerkt. Er zou iets meer natuur en groen langs mogen komen, denk ik. Het is gewoon lelijk. Geen mooie structuur. Nee, niet mooi. Het wordt vaak allemaal zo goor, zo grauw en belemmert gewoon je uitzicht naar een stuk natuur of een stuk cultuur. Ja. Kijk, het blijft beton en natuurlijk zo'n stukje glas ertussendoor. Het is altijd wel vrij om even doorheen te kunnen kijken. Maar kijk, het is natuurlijk altijd van twee kwaden. Moet je toch een goede oplossing zien te vinden. Voor de stad Tiel is het absoluut een min. Het is geen uitstraling voor de stad Tiel. Verantwoordelijk minister Schulz kwam kijken bij het nieuwe hotel langs de A15. En voor Gert-Jan van der Valk was dit een mooi moment om haar aan te spreken en actie te ondernemen. Hoewel zij het weer doorschuift naar Rijkswaterstaat, is het toch de minister die de opdracht aan Rijkswaterstaat geeft om de geluidswallen te verfraaien. Nou, ik werd net aangesproken door de heer Van der Valk die dit idee heeft. En hij zei, eigenlijk wil ik het een beetje vergroenen. Net als ook andere geluidswallen dat soort materialen ook groener worden tegenwoordig. En wat moet ik daarvoor doen? Dus ik heb hem gevraagd of hij ook contact had opgenomen met Rijkswaterstaat, want die legt ze bij ons aan. Nou, dat was nog niet het geval, dus we hebben net even kaartjes uitgewisseld. En we gaan eens even kijken of we voor elkaar wat kunnen betekenen. Nu hoopt Gert-Jan van der Valk dat hij ook steun krijgt van enkele andere ondernemers uit Tiel om samen op korte termijn de eerste stap te zetten in het verfraaien van de geluidswallen langs de stad. Het contact met Rijkswaterstaat is inmiddels gelegd. Volgende week in Op de Hoogte. Een stel Colombianen breekt in de hotelkamers van de gasten, maar worden op heterdaad betrapt. Daarna vluchten de Colombianen naar buiten en proberen te vluchten met hun auto. Maar Gert-Jan rijdt ze klem. Uiteindelijk breken ze daardoor heen en vluchten met hoge snelheid de A15 op. Gert-Jan en de restaurantmanager gaan erachteraan. Een avontuur op hoge snelheid.